Voordat Assassin's Creed Valhalla uitkomt, brengt Ubisoft nog een andere open wereld game uit, namelijk Watch Dogs Legion. Ga er maar lekker voor zitten met een bakje Engelse thee, want wij hebben de game dubbel en dwars uitgespeeld. Londen, this is zero day. Those little bombings were my way of saying hello. I don't expect you to understand this, but what I'm doing is good. Destruction is always the cure. Het gaat niet zo lekker in het Londen van de toekomst. Na een lange reeks bombardementen grijpt de nieuwe politiemacht zijn kans om de bevolking te onderdrukken. De hackerorganisatie DedSec, die we natuurlijk kennen uit de vorige Watch Dogs games, krijgt je van de schuld en krijgt daarom de hele overheid op zijn dak. Aan jou dus om de people te bevrijden, de naam DedSec te zuiveren en uit te zoeken wie er achter de bombardementen zit. En dat doe je niet alleen. De grote gimmick van Legion is namelijk dat je niet als 1, niet als 10, maar letterlijk als iedereen in de stad kunt spelen. Dat roept misschien wat vragen op, want is het niet veel toffer om iemand als Marcus uit Watch Dogs 2 in de hoofdrol te hebben? Nou, absoluut niet. Hoewel je namelijk zelf uitzoekt welke mensen je recruteert, is er een constante factor in de vorm van de AI Berkeley. Deze robotische stem is gevat, maakt je moeder belachelijk en geeft elke missie een belangrijke persoonlijkheid. Impairing our frontal lobe again, are we? Thanks. Don't disturb me in my natural habitat. Daarnaast is er gelukkig een goede kast aan vaste NPC's die je missies geeft en zit het met de speelbare personages ook wel goed. De grote gimmick van de game is namelijk verdomd goed uitgewerkt, want elke voorbijganger heeft zijn eigen persoonlijkheid. De ene schokverslaafde die in één keer het budget van DedSec er doorheen jast, de ander is een oma die niet zoveel opvalt in de menigte. Ruim 40 uur in de game kom je nog unieke combinaties tegen. En niet alleen combinaties van personaliteiten en beroepen, maar ook handige gadgets en wapens. You know what? Let's go with someone a bit more professional. Some might even call him an artist. Sommigen hebben bijvoorbeeld een snelle auto of een drone waarop je zelf kunt vliegen, of zijn gespecialiseerd in hacken. Een van onze favorieten blijft toch wel de straatartiest die mensen kan hypnotiseren, want dat komt natuurlijk altijd van pas. Sleep, I command you. Deze variatie zorgt ervoor dat je de missies constant anders kan benaderen en deze vrijheid is voor Watch Dogs ongekend. Een andere reden waarom Watch Dogs Legion zo goed werkt is de stad zelf, Londen. Ubisoft weet onderhand hoe het een bestaande stad moet vormgeven en Londen is de crème de la crème. Het is fantastisch vormgegeven en doet ons zelfs denken aan die goede oude tijd toen er nog persstrips waren. Tegelijkertijd is er van alles gaande in de dystopie. Organenhandel, AI's in je hoofd, grootschalige privacy schending. Ubisoft geeft op een subtiele, maar treffende manier commentaar op deze maatschappij. Valt er dan helemaal niets te klagen? Oh jazeker! De missies zijn namelijk wel een beetje eentonig. Je infiltreert een basis hier, lost een puzzeltje op daar, maar heel veel variatie zit er niet in. Gelukkig is het tempo van de game wel erg goed, waardoor je het makkelijk 30 uur volhoudt. Ook zijn de inwoners van Londen net iets minder gevarieerd dan je zou willen. Een hoop mensen lijken uit dezelfde moeder te komen en niet elke stemacteur is even goed. Maar hey, wat wil je nou met zo'n onwijs ambitieus project? Watch Dogs Legion is namelijk de beste Watch Dogs game tot nu toe. Het is verdomd knap dat je als iedereen kan spelen in de grote stad en dat het nog werkt ook. Legion biedt meer vrijheid dan ooit en we kunnen niet wachten om te zien wat de franchise in onze toekomst doet. Daarom krijgt Watch Dogs Legion een dikke 85. Ga je de game spelen of ben je al begonnen? Laat het even weten in de reacties en druk gelijk op het duimpje omhoog en de subknop. Oh, en #FriemelPiemel.